Hi, ik ben Simone en welkom bij een nieuwe tutorial van Make My Scene. Ik wil je graag laten zien hoe je een klein hartje haakt. En het hartje is meer een soort van applicatie die je op een van je mooie projecten kunt vastnaaien. Of eventueel met zo'n hot glue gun erop vast kunt lijmen. Nou, wat ga ik daarvoor gebruiken? Een restje katoen. Een 3 mm haaknaald, een schaartje en een stopnaald. Leg dit even aan de kant. Ik ga beginnen met een magische cirkel. En ik heb daar een aparte tutorial voor, dus op het moment dat je nog niet exact weet hoe die werkt, dan kun je daar even kijken. Ik ga beginnen met één losse. En dan 3 dubbele stokjes. En die haak je in je ring. Dat is 1. 2. En nummer 3. Daarachteraan haak je 3 stokjes. En nummer 3. Dan haak je weer een dubbel stokje. Gevolgd door 3 stokjes. Nummer 3. En weer 3 dubbele stokjes. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Dan haak je 2 lossen. En die 2 lossen die zet je vast met een halve vaste in je ring. En dan trek je het uiteinde van je magische cirkel trek je aan, zodat deze opening mooi sluit. Even het juiste draadje trekken. Zo. Dan doe ik nog 1 losse. Dan knip je je draad af, maar je laat even een wat langere draad, zodat je hem aan je project kunt haken. Vastnaaien bedoel ik. Zo, ik trek deze aan. Zo. Het kleine draadje, daarvoor pak je even je stopnaald. Haal hem er doorheen. En die naai je aan de achterkant van je hartje netjes weg. Op en neer, zodat hij goed vast zit. Knip je draad af. En dan is dit het hartje dat je kunt gebruiken voor op je project. Dankjewel voor het kijken naar deze tutorial. Graag tot de volgende tutorial. Dag!